bovenaan thuis kwam te zitten en niks meer kon doen. Dat lichaam was alles beheersend. Ik kon niet meer lezen, ik kon niet meer, kon niet meer werken, natuurlijk. En het enige wat er nog was die hartkloppingen en die hyperventilatie, die buikpijn en die piep in mijn oren. Dus ik was in één keer alleen nog maar dat lichaam wat daar in die stoel zat. Toen heb ik gedacht, oké, ik ga dus rust nemen. En lichaam, ik heb je gehoord, ik heb begrepen dat ik beter voor je moet zorgen, ga ik nu doen. En wat ik vervolgens ging doen is in een valkuil stappen die ik heel veel mensen om me heen zie maken. Speciaal jonge mensen en misschien wel speciaal jonge vrouwen. Maar ik zie het ook in bijvoorbeeld bedrijven die dan voor hun werknemers gratis massages aanbieden op hun werk. Of mindfulness cursussen of yoga op het werk. Met de bedoeling dat hun werknemers dan net iets later opbranden en toch nog tot 10 uur 's avonds kunnen doorwerken. Wat ik zelf deed, was leek er daarop. Ik dacht gewoon, oké, ik wil gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk. Dus hoe kan ik zo efficiënt mogelijk en zo intensief mogelijk uitrusten? Nou, heel veel avocados eten, superveel lavendelthee drinken, sporten zoveel mogelijk en echt alle gezondheidstips opvolgen die ik kon vinden op blogs en van wetenschappers en van mijn burn-out begeleider enzovoort. Dus ik had na 8 uur geen lichtgevende schermen meer. Ik had vaste tijdstippen om naar bed te gaan, voor mijn kopje warme melk. Ik ging elke dag, enzovoort, enzovoort. Zodat, je kent het wel, dat hele jachtige uitrusten. Met de bedoeling om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk weer te kunnen presteren. Die vorm van rust, kan ik u verzekeren, heeft niet zoveel zin. Zolang het uitrusten een vorm van presteren is en in dienst staan van zo snel mogelijk, zo hard mogelijk opnieuw kunnen presteren, had ik daar zelf in de herstel van mijn burn-out heel weinig aan. Dus het ging ongeveer zo. Ik ging weer iets beter, dan ging ik weer veel te hard en dan bom. En dan ging het weer zo. Dus dat is ook de reden dat het voor mij ruim 3 jaar geduurd heeft voordat ik weer enigszins op oude kracht was. Het kan sneller. Maar op deze manier kan het niet.